Op maandag 1 september vierde de liederentafel van de 60-jarige KBO Aste Ommel haar feestmiddag in de grote zaal van Centrum De Bijaard in Aste. Zanggroep Toffel 4 verzorgde een optreden. Toon van der Pol, organisator van de liederentafel bij de KBO. Liederentafel is een onderdeel van het 60-jarig jubileum van de KBO Aste Ommel. Ja, maar liederentafel is eigenlijk om de twee maanden, behalve in de zomer, daar doen we het niet. We doen het 5 keer in het jaar. En dan iedere keer de eerste maandag van de maand. Het is ooit opgezet door Hendrik Birkes. Jawel, dat klopt. En die had voor te veel werk eigenlijk. En die wou wel afbouwen. En toen vroeg hij aan mij, wil je dat niet organiseren? Dat heb ik maar meteen ja gezegd. Ik vind het zelf ook een leuk initiatief. Ja, het is. Het is altijd druk bezocht, maar vandaag extra druk? Vandaag is extra druk, omdat het jubileumfeest is, willen ze alle activiteiten iets extra aandacht geven. En toen hebben wij gezegd van, dan moeten we de liederentafel moeten we ook iets extra's doen. En toen hebben we een beetje reclame gemaakt, of heel veel reclame. En ik had vanmorgen de stoelen klaargezet en toen zeiden ze sommigen, ben ik een beetje gek geworden, want anders is het, ik zeg, ik hoop dat het zover komt dat alle stoelen bezet zijn, maar de deuren nog open moeten. Nou, in ieder geval, de zaal is hartstikke vol en ik vind het geweldig dat er zoveel mensen gekomen zijn. Dus het is wel gelukt, zoveel mensen? Ja, dat is echt gelukt, ik wil zeggen. Wat wordt er vooral gezongen? Ze hebben hier van de KBO hebben we bundels, liederenbundels. Maar nu doen de laatste tijd eigenlijk, doet Toffel 4 voor zichzelf de bundel. Dan kunnen ze iets beter repeteren en dan komt het iets beter uit. Kijk, maar als we hebben van de mappen van de KBO is toen de tijd zijn 4 tot 5 mappen gemaakt. En doordat ze iedere keer en een andere keer van elke map is een keer iets van zingen. Is Toffel 4 er altijd bij de liederentafel? Ja, die is er altijd bij, want anders gaat de liederentafel niet door. Okay. Anders gaat het niet door. Toffel 4 is er altijd bij. Die kan er wel eens met een kleinere bezetting zijn. Maar als Toffel 4 niet kan, dan wordt het opgeschoven of iets dergelijks. Maar dan moet het heel gek gaan, dan zullen die niet komen. En wanneer is de volgende liederentafel voor de mensen dan weten? Eerste maandag van november. En dan kunnen ze kijken in de luikklok, daar staat het iedere keer in. En anders moeten ze mij bellen. Ja. Maria Driessen, lid van de KBO Aste Ommel. En vandaag hier bij de liederentafel. Komt u hier vaker? Eigenlijk niet, maar vanwege het feest ben ik hier. Want ik werk normaal maandags altijd nog. Maar daar heb ik een snipperdag voor gepakt. Ja. Dus je vond de liederentafel wel heel erg belangrijk? Ja, ja. En de liedjes die ze zingen, komen die bekend voor? Ja, het zijn allemaal liedjes uit onze jonge tijd, hè? Echte meezingers. Nou hoorde ik net dat er ook iemand een liedje of een gedicht voor komt dragen. Bent u dat? Nee, dat ben ik niet. Nee, dat ben ik niet. Wat voor gevoel geeft het om hier te zijn bij de liederentafel? Ah, leuk. Heel leuk. Ja, gezellig onder elkaar. Ja. Wel veel bekende mensen? Bijna de helft. Bijna de helft. Bent u al lang lid van de KBO? 10 jaar. Ja, ja. Nog niet zoveel meedoen bij de activiteiten? Ja, toch wel. Mee wandelen en fietsen en kaarten. En ja, als er iets is, dan doe ik eigenlijk altijd wel mee. Ik ben best een actief lid. Wat vindt u van al die extra activiteiten voor het 60-jarig bestaan? Maar blief. Wat vindt u van al die activiteiten voor het 60-jarig bestaan? Leuk, echt leuk. Goed opgezet. Ja, echt leuk. Doe ik bijna overal mee. Ja. Het is ook gezellig, dus gaat u dadelijk met een vrolijk en gezellig gevoel naar huis? Zeker, zeker dat. Dan zingen we weer naar huis.